je wel eens een levend standbeeld gezien? Dat is iemand die heel lang stilstaat en dan net een standbeeld lijkt. Nou, daar ben ik dus op aan het oefenen. Maar het werkt dus niet als er de hele tijd een bij om je heen aan het zoomen is. Probeer het maar nog eens een keertje. Bij, niet hier zoomen. Stilstaan lukt niet vandaag. Kom, we gaan lekker bewegen. Stamp met je voeten. Ga heen en weer. Schud met je billen. Van je 1, 2, 3. Gooi je arm omhoog. Gooi je arm omlaag. Zwaai naar alles, iedereen. Draai een rondje en op één. Gooi je been omhoog. Gooi je been omlaag. Stap naar voren, schud je hoofd. Wakker worden, doe je zo. Klap in je handen. Spring op en neer. Schud met je billen. Van je 1, 2, 3. Niet schrikken, Zeppie. Ik ben geen wesp, maar een bij. Een hele lieve. En het leuke is, je kunt bij zelf maken. Hey Itch, kom je er gezellig bij? Dit is Itch, de naaktkat van de buren. Zal ik jou eens laten zien hoe je deze bij zelf maakt? Wat heb je ervoor nodig? Gekleurd papier in geel, zwart en wit. Een rietje. Wiebeloogjes en pomponnetjes. Ik begin met een geel strookje en een zwart strookje. Ik ga zwarte blokjes maken. En hiervan wil ik er 4. Eén van die blokjes, die plak ik aan de onderkant van het gele strookje. En dan begin ik met dubbelvouwen. 1 keer. Nog een keer. Als ik me een paar keer heb dubbel gevouwen, dan zie je vanzelf al blokjes ontstaan. En ik plak de zwarte papiertjes om en om. Oh, hey Itch, kom je er gezellig bij? Ik vouw deze weer dubbel. En dan met de gaatjesmaker ga ik er een gaatje in maken. Dan goed drukken. Hé joh, dat is mijn rietje. Die heb ik nog nodig. Dat rietje steek ik door de gaatjes heen. Dit is het lijfje van de bij. En om het hoofdje te maken gebruik ik deze losse flap. Die vouw ik over het rietje heen en die plak ik dan zo vast. Met een beetje lijm. Het hoofdje zit erop en het gezichtje. Dat maak ik met 2 wiebeloogjes en met een stift een klein mondje. Een bij kan natuurlijk niet zonder zijn voelsprieten. Want zo kan hij goed voelen waar hij naartoe moet. Kijk, ik gebruik een zwart stukje papier. Ik knip een dun strookje. Ik hou nog wat aan de onderkant over. En knip dan aan de andere kant ook weer een dun strookje. Kijk, en dan krijg je deze vorm. En hier plak ik 2 pomponnetjes op. En als ze plakken, plak ik ze op het hoofdje van mijn bij. Goed aandrukken en goed laten drogen. Maar wat mist die nou nog? Natuurlijk, de vleugels. Want zonder vleugels kan een bij niet vliegen.
Die maak ik van het witte papier. Ik vouw het papier dubbel, dan teken je een soort van ei aan één kant. En die knip je dan uit. Kijk eens, als je hem openvouwt, heb je zo'n vleugel. Die plak ik hier stevig vast en dan kan die zo wegvliegen. Wist jij dat er wel honderden verschillende bijensoorten zijn? En voor de bijen moeten we lief zijn, want de bijen maken honing voor ons. Dus vandaag gaan we ze een beetje helpen. We maken er eentje bij. Een koekjesbij. En dit heb je nodig. Gevulde chocoladekoekjes. Witte chocopasta. Hagelslag. Een beetje poedersuiker. Snoepoogjes. Geel en wit fondant. Ik begin met de vleugeltjes. De vleugeltjes maak ik met dit witte fondant. En met de deegroller ga ik het lekker plat maken. Maak ze niet te dun, maar ook niet te dik. Als je de goede dikte hebt, dan steek je ze uit met dit vormpje. Even goed drukken. Dit is vleugeltje nummer 1. En vleugeltje nummer 2. Je pakt een chocoladekoekje en je draait die zo uit elkaar. Ik leg een vleugeltje hier en aan de andere kant. Leg het koekje bovenop. En kijk eens, hij heeft al twee prachtig witte vleugeltjes. Maar het lijkt meer een bromvlieg nu. Want wat maakt een bij? Zijn gele strepen natuurlijk. En die maken we van het gele fondant. Dit is wel voldoende hier. En met een vormpje steek ik hem ook weer uit. Hier ga ik strookjes van snijden. Want zo maak ik de bijenstrepen. Als je met het mesje werkt, pas dan op voor je vingers. Zo, ik heb al wat mooie strookjes. En die maak ik vast met de witte chocoladepasta. Nog even wat snoepoogjes. Die kunnen we ook vastplakken met de witte chocoladepasta. Zo blijft het goed zitten en het is nog lekker ook. En een oogje daar. Oh, de voelsprieten. Die maak ik van twee hagelslagjes. En dit is de enige bij die we kunnen opeten. En laat ik nou dol zijn op bijtjes. Mmm, lekker hoor. Komen jullie bijtjes eens bij me zitten? Ik heb hier twee krukjes. Wij krijgen zometeen een hele speciale gast. Erik de imker. Weten jullie wat een imker is? Ja. Wat dan? Freek, zeg het eens. Die zorgt voor de bijen. Die zorgt voor de bijen, inderdaad, ja. Ik denk dat jij gelijk... Misschien moeten we het hem eens een keertje vragen, want... Oh, volgens mij zie ik hem aankomen lopen. Oh, hoi. Hi. Dag Erik. Wat heb je een mooie moestuin, Frenna. Nou, dankjewel. Ik ben er heel trots op, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Ja. Jij bent dus een imker. Ja, dat klopt. En wat is een imker eigenlijk? Een imker die zorgt voor de bijen. Voor de honingbijen. Die zorgt voor de bijen, dus dat jij goed, ja, Freek. Dus, goed. Dus jij bent eigenlijk een soort van boer voor de bijen. Ja, dus... net zoals een boer hebt voor koeien, die zorgt voor de melk, zorg ik voor de bijen dat ze honing maken. Dat ze honing maken. Dat is cool, hè? Wat heb jij voor kleren aan eigenlijk? Hoort dat erbij of vind je dat gewoon lekker zitten? Dit is echt een imkerpak. En die is mooi licht. Daar komen de bijen ook niet op af. En kijk, ik kan een muts opzetten. Wow. En dan kunnen de bijen niet bij me komen. Weten jullie eigenlijk hoe de honing gemaakt wordt? Weet jij dat, Senne? Hoe dan? Nectar. Met nectar? Met nectar, inderdaad. Waar? Kijk, ik heb een bloemetje mee. En de bijen die vliegen dan naar de bloem toe. En die zuigen dan met hun tongetje, zuigen ze de nectar op. En die bewaren ze in hun honingbuik. En ze vliegen dan weer terug naar de kast. En dan stoppen ze de honing, stoppen ze in een celletje. De bijen die gaan met z'n allen er lekker op de raad zitten. En dan gaan ze met hun vleugeltjes wapperen. Ja? En dan komt er heel veel warme lucht. En dan wordt het wateriger. Het wordt dan een beetje meer stroperig. En dit is honing? Dit is echte honing. Willen jullie dat proeven? Ja, ik wil het al proeven hoor. Hier, probeer maar. Ik niet. Oh. Kijk maar. Mmm, dat is echt super lekker. Wil jij dat proeven, Senna? Wow. Wil jij dat proeven? Nee? Nou, ik vind het wel echt heel erg lekker, moet ik zeggen. Ik vond het echt super leuk dat je er was, Imke Erik. Nou. Bedankt voor de lekkere honing.
Seppi. Oh, Seppi. Ik denk dat ik een beetje schor ben. Nee, maar zo kan ik toch niet zingen? Ik heb echt een vreselijke kriebelhoest. Ik heb iets zachts nodig voor mijn keel. Ik weet er iets op. Ik heb dat hier ergens in de keuken. Oh, hier staat het. Een beetje honing. Dat is goed voor mijn keel. Een lekker theetje erbij. En dan een flinke klodder. Zo. Dat moet wel genoeg zijn. Nou, dat voelt al een stuk beter. Zo, dat heeft geholpen zeg. Zing je lekker met me mee? Zie je een zeppelin zweven? Zwaai dan even.